zeg maar, virus tussen die andere persoon zijn bilnaad. En heeft hij zo'n atje gedaan. Dat was wel. Nou, dat is misschien het ergste wat ik ooit heb gezien. Een biertje op het terras. Tot 10 jaar geleden was het voor 16-jarigen nog mogelijk. Maar vanaf 1 januari 2014 is de alcoholleeftijd van 16 naar 18 verhoogd. Maar heeft deze verhoging nou eigenlijk zin gehad? We maken de balans op door jongeren te spreken op straat en we spreken een expert. Drinken jullie wel eens een alcoholisch drankje? Nooit. Nee? Nee. Hoezo niet? Oh, nee, ik hou niet van alcohol. Ik word allergisch van. Hoe oud zijn jullie? 15. Hoe ben jij? 15. Hebben jullie toevallig wel eens een alcoholisch drankje gedronken? Ja. Ja? Hoe oud was je dat je dat voor de eerste keer dronk? 13 of 14. Jongens, drinken jullie wel eens alcohol? Nee. Nee? Nee. Hoe oud ben je? 15. 15. En jij? Af en toe. Ja? Ik ben 16. Jongens, drinken jullie wel eens een alcoholische versnapering? Jawel, joh. Ja? Hoe oud ben je? Ik ben 17 momenteel. Mag eigenlijk niet, hè? Eigenlijk niet. Wat is precies het doel geweest van de 18-plus-wet en alle campagnes? Om te zorgen dat alcoholgebruik onder jongeren naar beneden ging. En met name de 16-jarigen waren natuurlijk, die mochten tot dan toe wel alcohol drinken, dat die hun alcoholgebruik ook naar beneden ging. Ja, en dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Hey, maar heb je ook het idee dat het zin heeft gehad dat je de mensen om je heen ziet dat ze niet allemaal onder de 18 al beginnen met drinken? Nou, nee, want iedereen onder 18 begint eigenlijk ook al met drinken. Dus ja? Ik zie niet echt verschil, nee. Nee, zeker niet. Zo nee? Jammer. Ja. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat merk je om je heen? Ja, iedereen gaat toch gewoon drinken en haalt het via vrienden, zeg maar. Dat, nee, ja, het volgens mij helpt het helemaal niet, maar goed. Nee. En op welke leeftijd moet er nog voor denken? Nou, ik denk dat iedereen wel rond 15e begint, ja. Als je niet jonger is. Ja. En hoe kom je er dan aan? Mijn broer of zo, of mijn oudere vrienden. Oh, jullie zijn oudere vrienden. Ja, want hoe oud zijn jullie? 18. 18. Oké, okay. En jullie drinken ook wel eens? Ja, zeker. Ja, ja. Zeker, zeker. Ja? Ja, ja. En wanneer was de eerste keer dat jullie iets gingen drinken? 16. 16. 14? Ja, maar niet veel, hè? Niet veel. Nee? Was niet veel? We deden het met mate. Okay. Dus hoeveel bier is dat? Toen! 10 of zo, denk ik, max. Nou, wat belangrijk is de startleeftijd, dus de leeftijd waarop jongeren gaan drinken. En die was in 2003 was hij op zijn hoogst. Toen was hij 12 jaar, of eigenlijk op zijn laagst. 12 jaar, dat is wel echt jong, zeg. Heel jong. Ja. Zeker als je weet wat alcohol doet met een jong brein. En die, in 2019, toen hebben we hem voor het laatst gemeten, toen was hij 13,3 jaar. Dus nog steeds heel vroeg. Gelukkig drinken de meeste jongeren beginnen zo tussen de 15 en de 16 te drinken. Nog steeds te vroeg eigenlijk als je kijkt naar dat brein. Maar er is dus wel een enorme verbetering in opgetreden. Ja. Kun je dat bij iets bij voorstellen dat je bij 12 al gaat drinken? Jawel, ja, mijn ouders deden het ook. Toen ze 12 waren. Ja. Ja, nu niet. Nu kan dat gewoon niet, maar ja. Nee. Ja, wie zou eigenlijk wel. Maar misschien, dat hoorde er ook wel bij. Ja, misschien het hoort er niet bij, maar misschien kregen ze dan ook wel gewoon van hun ouders. Dus dan dachten ze dat het normaal was. En zelf hadden ze niet echt het idee dat er alcohol in zat. Ja. Dat denk ik. Dus dat ze gedrogeerd worden door hun ouders, bedoel je? Ja, eigenlijk wel. Zij tolereren het of kopen ze het ook wel eens voor je? Ja, allebei. Ze vinden het prima. Ja? Niet veel, maar ze vinden het prima. Ja. Maar je bent eigenlijk nog geen 18, hè? Nee. Nee. Wat pubers al hebben in die fase is enorm. Het gaspedaal hebben ze gevonden. Maar dat brein werkt zo dat de rem hebben ze nog niet voldoende ontwikkeld. En dat moet je dus als ouder dan een beetje zijn. En die ouders worden daarin gesteund door die leeftijdsgrens. Ja. Ouders waren ook degene die heel hard riepen van help ons nou. Want wij willen graag onze kinderen ook begrenzen hierin. Maar als ze overal alcohol kunnen kopen, ja, dan wordt het lastig. Over algemeen horeca en zo wordt er niet echt heel erg op gesteld. Voor mijn gevoel niet zo streng op gelet. Nee, ze controleren ook niet. Ja, het wordt wel gecontroleerd. En ik ken genoeg mensen die gewoon 16 zijn op het terras gewoon bier geschonken krijgen. Dus, ja. En over het algemeen met feestjes, events en die dingen, je krijgt het toch wel. Ik vind het niet per se heel erg, maar ja, ik vind het wel erg dat mensen dat dan doen in een niet gecontroleerde omgeving, zeg maar. Dus gewoon dat ze ergens in een parkje gaan drinken, dan kan het ook wel heel snel misgaan. Wat wij hebben gezien, vond ik inderdaad echt heel indrukwekkend. Toen in 2003 dat alcoholgebruik dus zo hoog was bij tieners. Toen kwam de campagne met een kind onder het glas. En dat maakte ouders heel erg bewust van de schade van alcohol. En je zag echt dat ouders zich daardoor veel meer grenzen gingen stellen. En ook veel meer bewust werden van hun eigen rol. Ja, als ik maar niet te ver ga. Niet over mijn grens. Ja. Dat is goed. Hey, maar heb je wel eens een keer het idee gehad dat je over je eigen grens bent heen gegaan? Jawel, jawel. Ja, jullie beginnen ook allemaal te lachen, wat dan vertel? Nou, gewoon iets veel gedronken en dan eindig je bij de wc. Ja, maar wat gebeurde er dan? Nou, op duur moest ik overgeven en toen, meerdere keren. Ja, meerdere keren ook? Ja, wel, ja. Wat vinden jullie dan van als dan zoiets gebeurt?
Ja, op zich niet zo erg. Als je de juiste persoon om je heen hebt, help je wel. Ja. Ze houden je haar wel vast. Ja, zoiets. Ja. Ja, een vriend van ons heeft ooit een atje gedaan tussen iemand anders. Zeg maar, het bier is tussen die andere persoon zijn bilnaad. En heeft hij zo'n atje gedaan. Dat was wel nou, als vriend het ergste wat ik ooit heb gezien. Ja? Maar hoezo doe je dat? Vond je leuk? Hij was bezopen en hij vond, zei dat. Hij vond het een heel leuk idee. We hebben nog geprobeerd over te praten, maar... En hoe kijk jij naar de toekomst? Want denk je dat de trend van een jaar erbij bij de startleeftijd van alcohol drinken, dat dat over 10 jaar weer een extra jaar erbij is? Of hoe zie je dat? Nou, wat je eigenlijk nu ziet, ik denk dat we nog wel iets winst kunnen halen met betere handhaving, et cetera. Maar het lastige is eigenlijk op het moment dat kinderen eenmaal uitgaan, dat dan de drinkcultuur heel dwingend is. En die drinkcultuur zegt iets over hoe wij als volwassenen met alcohol omgaan. En als we daar niet iets aan doen, dan denk ik niet dat je nog heel veel winst kan halen. De leeftijd verhogen naar 21, dus niks 21, zie je dat nog voor je? Ik zie het voorlopig niet gebeuren, nee. En de vraag is ook of het nodig is. Ik denk dus dat het veel zinniger is om iets te gaan doen aan die drinkcultuur van ons allemaal als volwassenen. Daar hebben we allemaal profijt van. En dat jongeren daarvan mee profiteren.